Vandaag is er een eerste maal een levend kikkertoernooi georganiseerd, de Rond. Daarmee wil ik zeggen, Lien Mortiers, Lucas van Druten en Niels Daze en mezelf uiteraard. Eigenlijk willen we iedereen daarbij kunnen betrekken, omdat heel veel sportevenementen zijn redelijk prijzig. En wij hadden zoiets van, iedereen moet daar naartoe kunnen komen, iedereen moet zich kunnen amuseren, iedereen moet op een weekend en zo kunnen hebben. En daarmee hebben we dat zo laagdrempelig mogelijk proberen te houden, door dat aan 1 euro inkomen te doen. Allee, hoog bezoek over de grond gekregen, om het zo te zeggen. De burgemeester van Gent is gekomen, Matthijs de Klerk. En dat was echt een eer, want ja, de kans dat hij langskomt was eigenlijk niet zo groot. Ik had een leuk mailtje gekregen van de studenten en ik was zeer gecharmeerd. Mooie samenwerking met verschillende Gentse organisaties. En ik heb wel sympathie voor studenten die de handen uit de mouwen steken en die iets op poten zetten. En ze hadden mij een mailtje gestuurd en met veel overtuiging even langsgekomen. Ik ben zelf een voetballist geweest. Ik ben ook een kiekeraar, hè, tafelvoetbal. Maar nu was het eigenlijk fysiek tafelvoetbal. Heel tof. En we hebben 7-6 gewonnen. Een heel sportieve partij tegen ook de Buffalo's hier. Dus een fijne ervaring. En ik denk, de docenten waren hier ook en ze waren zeer fier op hun studenten. Dus dat is knap. I'm gonna be the man.